De gesubsidieerde basiszorgverzekering van de overheid wordt tot en met eind december verlengd. Dit besluit is genomen door de Raad van Ministers na overleg met de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel. De regering heeft de periode van 6 maanden uitgetrokken om de basoverzekering in haar nieuwe vorm juridisch goed te organiseren. Dit betekent dat in het staatsbesluit, welke door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorbereid, alle condities zullen worden verwerkt die betrekking hebben op het in aanmerking komen voor de basoverzekering. Dit staatsbesluit moet zorgen voor een verbeterde transparantie, rechtszekerheid en rechtmatigheid bij de verstrekking. Met name de Zorgraad, de Nationale Ziekenhuisraad en delen van de oppositie hebben zich de afgelopen dagen geroerd over deze kwestie. In een persbericht meldt de regering dat haar uitgangspunt is om elke ingezetene te voorzien van een basiszorgverzekering. De staat zal deze verzekering betalen voor degenen die daartoe niet bij machte zijn. Degenen die in staat zijn hun ziektekostenverzekering zelf te betalen, zullen na een gedegen screening per 31 december 2016 uit het BASO-bestand worden gelicht. BASO-verzekerden kunnen zich tot en met 30 juni 2017 aanmelden bij het Staatsziekenfonds om hun kaart te doen verlengen tot en met 31 december 2017. Voor verzekerden die zich na 30 juni 2017 bij het SZF aanmelden, zal de BASO-verzekering onherroepelijk vervallen.